Daar ben ik weer, jongens, ongeveer een week later nadat het vuurwerkverbod is ingevoerd. En ik dacht bij mezelf van misschien is het wel leuk om even een video te maken over de huidige gang van zaken. Want ik heb natuurlijk voorspeld dat er veel meer bestellingen zouden komen vanuit het buitenland. De afgelopen dagen heeft de media niet stilgezeten. Ik denk dat je iedere dag wel ongeveer 3 nieuwsartikelen ziet over vuurwerk. En dan heb ik het over negatieve berichtgeving. Het is ontzettend erg en alles is hectisch momenteel over vuurwerk. Ik laat nu even de belangrijkste dingen zien. Want zo zijn er de afgelopen dagen zijn er rellen geweest in Roosendaal, in Urk. En keren in andere steden jongeren zich massaal tegen de politie. Met het afsteken van vuurwerk, het opblazen van dingen, vandalisme en nog veel meer dingen. Dat is eigenlijk aan de gang sinds het vuurwerkprotest van 21 november. Wat totaal niks daarmee te maken heeft. Want laten we eerlijk zijn, het vuurwerkprotest is bedoeld om gewoon een normaal geluid te laten horen dat we het niet eens zijn met het vuurwerkverbod. Dus het is wel triest dat het daardoor wordt doorgetrokken. Maar dit kon je verwachten. Want met alle respect, er zijn mensen in de wereld en vooral in Nederland die anders denken dan wij. Die anders denken dan wij. En als je iets van hun ontneemt, worden ze gek. Kijk, ik kan altijd tot 10 tellen. Ik weet dat ik dingen niet moet kapot maken of nog erger. Alleen er zijn er mensen die daar niet tegen kunnen. Vooral jongeren die zich massaal willen keren tegenover politie en die dan dingen kapot gaan maken. Ik keur dat absoluut af. En het is niet de bedoeling om dingen kapot te maken, want uiteindelijk betaal je met je eigen belastingcent gewoon die dingen weer terug. En je kan grote problemen op je hals halen, alleen dat het logisch is dat het gebeurt naar aanleiding van het verbod, dat hadden we allemaal al vooraf zien aankomen. Bovendien, de afgelopen dagen zag je ook nieuwsberichten over dat er veel meer vuurwerk wordt besteld door Nederlanders in Duitsland. Wat we ook verwacht hadden, in België wordt er ook steeds meer besteld, want laten we eerlijk zijn, in België kan je natuurlijk het vuurwerk nu al ophalen. Dat is al jaren zo, het hele jaar door kan je daar je vuurwerk halen. Dus je begrijpt wel dat het daar nu als een malle loopt, omdat iedereen natuurlijk nu al aan hun vuurwerk wil komen. En dat gewoon veilig wil stellen voor oud en nieuw. Ik vind dat het nu al behoorlijk mislukt is. Ik zie dagelijks op het nieuws over hier in deze stad vuurwerk vandalisme of zwaar illegaal vuurwerk. Er was zelfs in Urk was er zelfs shells op de grond afgestoken in woonwijken en dat soort dingen. En ik zeg je eerlijk, dit krijg je er nou van. Als je vuurwerk gaat verbieden met oud en nieuw al helemaal in een jaar als corona, dan ga je dus bepaalde soorten mensen die gewoon uit zijn op rellen en zo ga je tegen je krijgen. Er gaat veel meer illegaal vuurwerk het land in komen. Daar hebben we ook de afgelopen dagen heel veel berichten van gezien. Er worden momenteel honderden kilo's vuurwerk onderschept. En dan hebben we het niet erover dat 80% van alles wordt onderschept. Maar er wordt gewoon veel meer het land ingehaald. Die berichten die je ziet over dat illegaal vuurwerk is onderschept, dat is nog maar een peulenschil van alles wat al in het land in is, weet je? Dus ik hou mijn hart vast met oud en nieuw. Want ik denk echt dat dit het begin is van alle ellende die we allemaal gaan zien nog. Ik denk dat met oud en nieuw echt op verschillende steden het helemaal losgaat. Ik zag ook namelijk een bericht over dat vreugdevuren in Den Haag dit jaar niet is toegestaan. Nou, dan weten we allemaal wat daar het gevolg van is. Want je kan beter één groot vuur in de stad, in Scheveningen bijvoorbeeld, organiseren. Dan dat je het verbiedt en dat er door heel de stad kleinere brandjes zijn. Waardoor elke keer de brand weer daar naartoe moet en daar naartoe moet. Je kan beter gecontroleerd doen dan ongecontroleerd. Dat is eigenlijk wat ik zeg. En dat is eigenlijk ook met vuurwerk natuurlijk zo. Want doordat je het legale vuurwerk verbiedt, ga je veel meer vuurwerk het land in krijgen waar je de grip niet op hebt. Want laten we eerlijk zijn, shells in een woonwijk is gewoon, dat is gewoon niet slim. Dat is gewoon vragen om problemen en vragen om gewonden, kapotte huizen of in ieder geval ramen die eruit kunnen gaan. Want laten we eerlijk zijn, door shells in een woonwijk te doen, kunnen de ramen er gewoon uitleggen. Verder zie je natuurlijk inderdaad, wat ik net ook al zei, heel veel berichten over dat de winkels in Duitsland en in België momenteel ontzettend veel verkopen. Wat logisch is, want gisteren is er namelijk definitief besloten dat er geen vuurwerkverbod is in Duitsland. Zal ik later in een andere video op terugkomen, maar er is dus geen vuurwerkverbod in Duitsland. Wat dus resulteert in het feit dat je daar gewoon je oud en nieuw kan vieren. Je moet wel even uitzoeken waar je vuurwerk kan afsteken. Maar je kan er gewoon vuurwerk afsteken. Dus het is logisch dat mensen daar nu massaal gaan bestellen. Want het zit net over de grens. De Aldi, de Lidl, de Kaufland, alles gaat dit jaar gewoon verkopen. En dat heb ik eigenlijk ook al gezegd. Op het moment dat dit verbod überhaupt ter sprake kwam, zei ik al van, dan moet je eigenlijk als Duitsland zijnde ook alles verbieden. Want anders werkt het voor ons niet. Maar ja, wie zijn wij in de ogen van de Duitsers, weet je? Ik bedoel, de Lidl en de Aldi, die grens van Noord naar Zuid-Nederland, die is zo lang. Daar zit
op ieder stuk zit daar wel een Lidl en een Aldi bij elkaar, die allemaal vuurwerk gaan verkopen. Dus los van dat mensen, zoals wij, die naar Duitsland gaan en daar blijven, zijn er ook mega veel mensen die vuurwerk gaan halen en weer terug de grens over. Wat overigens een paar dagen geleden wel officieel strafbaar is gesteld, wat ook echt bizar is, jongens. Of daar is in ieder geval nu besloten dat ook het vervoeren van vuurwerk met oud en nieuw strafbaar is. Dat is het nog nooit geweest, maar dit jaar dus wel. Je mag dus geen vuurwerk in je auto hebben. Je mag het wel hebben, maar dan alleen thuis. En dan moet het op een afgesloten ruimte staan. Dus rij jij op de 31ste of 29ste op de snelweg met vuurwerk in je auto, ben je dus officieel strafbaar. Ik vind dat zeer zwaar overtrokken, maar ik begrijp het ergens wel. Omdat als ze het vuurwerkverbod invoeren, dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen zijn vuurwerk in Duitsland gaat halen. Want ja, waarom zouden wij de Duitse staatskas spekken door middel van de belastingen daar te gaan betalen, weet je? Dus ik begrijp het wel dat ze het doen. Alleen dit hadden ze natuurlijk al veel eerder moeten besluiten. Want de meeste bestellingen zijn al allemaal gemaakt in Duitsland. En zijn al gehaald in België. Want de afgelopen 2 weken was er geen verbod volgens mij op het bezit hebben van vuurwerk in een auto. Want als je gaat verhuizen... Ja, ik zit daar trouwens nog wel over na te denken. Stel je voor dat je toevallig de 30ste van december gaat verhuizen. Wat moet je dan met je vuurwerk doen die overgebleven is van het jaar ervoor? Geen idee, want je mag het niet vervoeren. Wat moet je er dan mee doen? Moet je dan in je oude huis laten staan? Ik weet het niet. Als iemand daar het antwoord op weet, laat het even weten in de reacties. Want daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Maar deze video maakte ik eigenlijk om aan te geven dat het vuurwerkverbod wat 2 weken geleden is ingevoerd, nu al aan het mislukken is. Overal zijn er rellen. Vuurwerkprotesten, illegale vuurwerk stijgt de pan uit wat er gevonden wordt. En dan hebben we het niet over nitraten, maar ik zie echt heel veel 1.1. Zelfs een paar dagen geleden was er 680 kilo in Delft gevonden. Waar je dus de dozen gewoon op internet zag met 1.1 erop. Heel veel mensen dachten dat wij het waren. Nou, ik ga je 1 ding zeggen. Wij bewaren echt geen illegaal vuurwerk meer thuis. Want ja, we hebben gewoon veel volgers. En als wij nu illegaal vuurwerk gaan hebben thuis... Dan roepen we de problemen op ons af. Maar door heel Nederland wordt dus op dit moment illegaal vuurwerk gevonden. En ik wil jullie daar ook gewoon voor waarschuwen van let daarop, het mag niet. Ze controleren er dit jaar veel meer op. Dus denk er even over na op het moment dat je het doet. Het meest positieve van de afgelopen maand is natuurlijk dat het vuurverbod in Duitsland van tafel is geveegd. Het enige wat je daar niet mag doen is op pleinen bijeenkomen met mensen vanwege corona en zo. Maar het verkopen en het afsteken mag gewoon. Wel een aantal plekken waar het weer niet mag. Maar daar zal ik misschien in een volgende video wel op terugkomen. Dat ik even precies uitleg waar het wel en niet mag. Maar dat is het meest positieve. Dat de Duitsers in ieder geval echt hebben gekeken naar wat doet een vuurwerkverbod. En heeft het echt nut? En dat ze dan tot de conclusie zijn gekomen. Nee, dat maakt helemaal niet uit eigenlijk. We moeten er gewoon op handhaven. En bijvoorbeeld niet op pleinen en zo. Maar het helemaal verbieden gaat juist de problemen op ons af laten roepen. Want dan gaan de Duitsers natuurlijk alles in Polen halen. En wat hebben we in Polen allemaal, jongens? Cobra 6, shells, lawinepijlen, etc. Je hebt daar alles. Dus de Duitsers zijn slim. Wij hier niet. Dat zie je wel in de politiek. Er wordt een vuurwerkverbod ingevoerd. Iedereen heeft het erover, ook op YouTube. Iedereen heeft het erover dat mensen massaal nu naar het buitenland gaan. En 2 weken later ga je ineens uit het niets het vervoeren van vuurwerk strafbaar stellen. Denk van, oké, maar ze moeten wel een aanleiding hebben voor jou om in jouw auto te kunnen kijken, neem ik aan, toch? Maar ja, desalniettemin jongens, dit was de video voor vandaag. Vanaf aanstaande dinsdag 1 december gaan we dagelijks uploaden. Er komen nieuwe Polenvlogs online. En ik denk ook dat er een nieuw vuurwerkprotest komt. Volg @PyroTeamDelft op Instagram. Want daar maken we alles bekend. Nieuwe beelden van Polen en zo. Eigenlijk de sneak peeks van de volgende video's gaan jullie allemaal daar zien. En jullie steunen ons natuurlijk. Dus volg ons op Instagram. Dat doen we eigenlijk al ieder jaar. Dagelijkse uploads. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik zie jullie weer bij de volgende video.